Okidoki, de Daily Challenge is alweer. Laten we eens kijken wat het vandaag te bieden heeft. Dit is Engeland. Dit is echt heel duidelijk Engeland zelfs. En ik denk zelfs, maar dan weet ik niet 100% zeker. Hoe kom ik hier nou terecht? Wat de fuck? Ja, zie je? Dat dacht ik al wel. En ik denk dat dit... Ik weet het niet 100% zeker. Maar dat is waar ik naar moet kijken. In ieder geval, hoe kom ik hier terecht überhaupt? Dat is echt gewoon... In één keer van... Alles naar niets, zeg maar. Nou, niet naar niets, maar ik zat gewoon op een rechtdoorgaande weg. En in één keer zit ik op een zijweg waar er geen mogelijkheid is dat ik daar gekomen ben met aan de zijkant klikken, zeg maar. Maar goed. Dat loopt dood. Ik wil even een bevestiging krijgen dat ik inderdaad in... Douglas zit. Want dit zou ook nog wel eens gewoon Ramsey kunnen zijn. Het is een van de twee, dat weet ik zeker. Ik denk dat ik zo ga uitvinden waarom ik, hoe ik terechtgekomen ben waar ik terechtgekomen ben. Nee, want die busjes zullen niet meer staan tegen de tijd dat ik daar kom. Jezus. Ik kreeg een stuiptrekkingje in mijn rechterhand. Dat klinkt zo raar om te zeggen. Ik hoop dat jij me wat kan geven. Weg. Nee, niet. Kost jou niet. Geef me iets. Ja, dat zal uiteindelijk wel komen. Maar of het op tijd is, dat is een andere vraag. Ik bedoel, het is niet zo dat... Ah, kijk, dit is eigenlijk Nobles Hospital. Dus het is inderdaad... Douglas, als ik het goed heb. Want dat hospital, dat zit hierboven ergens, toch? Dacht ik. Toch? Of zat dat bij dingen? Nee, dat zat... Ja, daar. Ik kan het zeggen. Ik weet zeker dat dat... Oké, dit is... Geen idee. Ja, want ik had een idee, maar dat... Door dit wordt het helemaal ondermijnd. Nou, eigenlijk niet, want ik bedoel, ja, ik kan het zeggen. Ik had twee mogelijkheden. En ik dacht eerlijk gezegd aan de huizen te zien van, oh, dit is Thailand. Toen zag ik ze niet links rijden, terwijl ik zoiets van, oh mijn god, dit is die Thailand, wat is het dan? Natuurlijk er gewoon niet bij stilstaan dat die tweede optie ook nog altijd een optie is. Dat, ja. Even kijken, kan ik het zo zien? Ik denk dat 365 en Shara Noi is, denk ik. Kijk, hoe ver moet ik inzoomen om überhaupt? De kleinere. Heel ver. Maar ik kan kijken of ik eventueel Shanoi zie.
Dat zou namelijk al een verbetering zijn. Maar goed, het kan natuurlijk ook gewoon een klein dorpje zijn en ja. Dan kan, ik ga niet meer krijgen dan dat dit is waarschijnlijk. Dus dat is hem ook gewoon vooral. Ja, nee, dat is niet wat we moeten doen, muziek maken. We moeten opletten op de steden. Ik ben benieuwd hoe snel mijn ogen nou bewegen om te proberen te lezen en te vinden waar dit ligt, zeg maar. We zullen het over 3 seconden zien. Ah, daar is het. Ja, nou, dan had ik sowieso. Had ik dat dan gezien? Of had ik gedacht van, ah, wacht, misschien dat het iets anders is. Ik denk dat er een mogelijkheid is geweest zou zijn dat ik gedacht had van, ah, weet je wat? Ik denk dat het iets anders is. Ik denk dat het verstandig is om hier als eerste naartoe te gaan. Ja, dat dacht ik al wel, maar ik zie daar iets staan wat extreem behulpzaam kan zijn. Hopelijk. Japeyu, Grifari en Alvera. Ik denk niet dat dit. Wat gaat dit zijn, man? Ik weet dat er hier nog een Concordia is. Ja, fuck, waar ben je? Concordia is dingen, volgens mij toch? Argentinië. Wat ben ik nou gek? Volgens mij is Concordia is. Maar goed, dat is dan nog altijd 200 kilometer er vandaan, maar. Is, wacht even. Nou ga ik echt aan alles zitten twijfelen weer. Dat is niet de bedoeling. Concordia, Mexico. Scheiße. Ik dacht dat het Argentinië was. Maar dan had ik het toch wel. Want het is. In mijn hoofd is het een. Oh nee, ik ga echt. Oh nee, kan leren zeg. Oké, nou, ik had gelukkig gelijk dat het inderdaad dingen was. Argentinië. Oh, daar zie je wel. Oké. Okay. Ik dacht dat het veel groter was, eerlijk gezegd. Geef ik heel eerlijk toe. Dit is. Dit is Europa. En
Dit is. Ik denk dat ik een bordje nodig heb met andere namen erop om in ieder geval het land te bepalen. Of een vlag. Oh wauw, echt waar? Dat was een mogelijkheid, maar dat was niet mijn eerste mogelijkheid, moet ik heel eerlijk toegeven. Dan moet ik heel eerlijk toegeven dat het niet mijn eerste gedachte was. Maar goed, als ik nou de rest zo. Dat is het vaak, hè? Excuus. Als ik nou de rest zo zie, dan denk ik van. Oh ja, eigenlijk inderdaad. Best logisch, inderdaad. Maar goed, dat is vaak. Dan zie je iets en dan denk je van. Oh ja, dat kan wel kloppen. Ja, dat het Hongarije is, want. Dit. Ja, nou ik die naam ook beter zie, is het ook inderdaad van. Ja, inderdaad. Dit is echt. Inderdaad, heel erg Hongarije. Goshie, ik had alleen gehoopt dat ik nog een bord met wat meer namen zou aantreffen, want. Voorlopig, ik denk dat ik hier wel iets zie. Guillaume Couillos. Volgens mij heb ik die wel eens een keer eerder gehad. Sterker nog, volgens mij heb ik deze locatie nog wel eens een keer eerder gehad. Dat is daar. Dat is 6 kilometer vandaan. Dat is niet zo heel heftig. En dan moet ik eigenlijk zoeken naar Palos Forrochesmal. Dat is naar het noorden toe, dus. Dan. En dat zegt natuurlijk niet altijd evenveel. Dat moet ik wel zeggen. Ik heb ook niet het idee dat. Dat Palos. Bladibla. Ik kan het niet uitspreken. En waarschijnlijk. Daar. Oh, zie je, kijk, dat bedoel ik. Het gaat naar het noorden toe, maar het is eigenlijk in het zuiden. Nou. Tada! Nou, als ik dit zo zie, dan heb ik maar één idee. Dat is gelijk dat het Duitsland is. En ik. Ik denk zelfs. Ik denk niet dat het is wat ik denk dat het is. Maar goed, ik moet een naam vinden. Ik moet een naam van een stad vinden. Ik denk dat dat prioriteit nummer 1 moet zijn. Want. Dit is natuurlijk super beperkt vaak. Ja, dat dacht ik al. Oké, we gaan gewoon door. En dan we zien wel of we hopelijk een naam krijgen. Vaak is dat wel zo. Dan moet je ook wel goed opletten. Maar. Ja. Dat is naar de snelweg toe. Dat moet absoluut een optie zijn, namelijk. Ja, dit is echt zo dat je zoiets hebt van. Oh, wauw, dit. Ik mag aannemen dat dat niet de snelweg is die ze hoopte dat het was. Please ga niet voorbij, dank je. Dit is echt wat ik zocht. Bremerhaven, Bremen-Priest-Bremerhaven. Nou, ik ga er niet van uit dat dit soort reclames niet in de buurt van Bremen staan. Weet je, ik ga er niet van uit dat als zo meteen de tijd is afgelopen en ik niet bevestigd heb gekregen dat het Bremen of Bremerhaven is, een van de twee. Want dat kan dan nog wel, zeg maar. Dat dit in één keer is van, oh, dit is eigenlijk, is dit.
Heet het? Eigenlijk is het. De. Berlijn. Ja. Ik moest. Hoe kwam ik niet op een. Op een. Oh my god. Gewoon het feit dat ik gewoon niet op een naam van een Duitse stad kwam buiten. Buiten Bremen op dat moment. Dat was echt gewoon. Wat ik zeg, ik denk niet dat het Bremen is. Ik denk dat het een. Was het Berne wat erop stond? Ik was net iets te ver weg. Arsten, hier, ja, inderdaad. Maar goed, ik denk dat dit. Ja, want ik had 1800, dus dat zou genoeg moeten zijn, denk ik. Ja. Woehoe, yay, new title, yay, oké. Ik ben vooral hier blij mee. Dat ik gelukkig wist dat hoe heet het, dat dingen dat Concordia, dat nog, ja, ik had, ik weet niet of dat, ja, het had wel wat gescheeld hoor, maar goed. Dat Argentinië was. Anders dan denk ik dat ik toch wel een groot probleem gehad had. Ik weet ook niet waarom ik het niet gezien heb, maar goed. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Nou ja. Heel veel meer valt er niet van te zeggen, want de rest dat zat allemaal eigenlijk vrij on to point. Gelukkig. Maar ja, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.